Esther and I'm going to the Olympics in Rio. Ik ben net aangekomen in het Olympisch dorp. Er waren wat slechte verhalen over douches die niet werkten en waterleidingen. Maar bij ons, ik heb net lekker gedoucht, dus het valt allemaal mee. We gaan nu naar de opening, we zijn net de bus uit. Er stond een hele rit bussen over. Allemaal gaan nu in de stoet naar het stadion. Wat de mensen natuurlijk niet zien, is dat allemaal atleten voor de optocht hier moeten wachten. In een ander sportstadion. En er zijn al heel wat landen, maar dit komt straks helemaal vol te zitten. Ja. Nu moeten we gewoon wachten. Je wilt in Berlin Storm. Met Mario natuurlijk. Het is een warming-up zaal bij de Olympische Spelen. Hier warmt iedereen zich op, het is een dag van de wedstrijd. De zenuwen zijn er al wel behoorlijk, maar het is nog één dag te wachten voordat ik echt aan de dag mag. Mijn wedstrijddag zit er helaas op. Ik heb echt alles gegeven. Ik heb ook gewoon goed staan judoën. Maar je ziet gewoon dat de verschillen op de Olympische Spelen zijn heel erg klein. En ik voer dan ook met een heel klein strafje het kleinst mogelijk verschil. En dat is heel erg zuur, maar ik heb ook wel echt heel erg genoten om op de mat te staan. Het was gewoon echt fantastisch. Ik heb er zo hard voor moeten knokken om hier te zijn. Dus als je dan echt de mat op mag, is het gewoon heel fijn. Zo, mijn tijd zit erop bij Rio Olympics. Het was onwijs gaaf om daar aanwezig te zijn. En nu is het tijd om weer terug te gaan aan het werk bij ING met al mijn collega's die hier achter op het podium staan. Yeah. Dankjewel. Dankjewel. En ik heb heel erg zin om weer bij Risk Services aan het werk te gaan. En dank jullie wel allemaal. Helemaal top. Yeah.